kijkers, dat is David Craft. Welkom bij een nieuwe aflevering van Minetopia. Even voordat we ook maar iets gaan doen, er is een stream vanavond. En die is niet om 4 uur. Meestal doe ik op zaterdag een stream om 4 uur. Deze is om 6 uur. Dat betekent dus dat je zowel een aflevering van Minetopia krijgt, als straks een stream. Kom dus even lekker allemaal chillen. Zaterdagavond om 6 uur. Ja, eigenlijk hier, dit kanaal, DDC, gaan we iets heel erg leuks doen. Wat? Nou, heel simpel. We hebben een veiling. Dit is natuurlijk de huidige claim die we allemaal hebben. Oh, mooi, blauw en oranje en roodse en geel en droen. En het is verschrikkelijk dat ik al die namen uit mijn hoofd ken. Maar er is nog meer. Ik ga het eventjes laten zien wat ik allemaal in de veiling ga doen. En misschien dat ik zelfs nog een deel van mijn privécollectie doe. Want ik ben een beetje anders geworden. Sinds ik de 10 miljoen gehaald heb, inmiddels niet meer, want ik heb mijn gebouw betaald. Was 900.000 nog wat of zo, best bijna een miljoen. Heb ik een beetje een idee gekregen van, oh my god, ik kan gewoon met geld strooien en het raakt nooit meer op. Weet je dat, als je de loterij wint, de 30 miljoen, je moet wel behoorlijk dom zijn als je het kwijt wil raken. Je ziet ook, ik heb ook een beacon, heb ik al kwijt. Die heb ik geruild samen met heel veel geld voor dit dingetje. Die is gisteren in de video kon je het zien. Ik zal hem ook even lekker opzetten, dus staat vet cool. Zo, gisteren in de video kon je het zien dat je die kon winnen. In Rolandia is dat geworden. Uiteindelijk heeft Delvin, een van de grootste criminelen van de server. Het is net alsof je ze uitkiest, maar alles behalve vriendjespolitiek dus. Die heeft het gewonnen. Die heeft de butter gevonden. Die mocht naar beneden. En die heeft met gevaar voor eigen leven een volledig setje Enchanted Pink gehaald. Voor mij, Faye heeft de chestplate gehaald. Ik ga haar echt heel erg pesten zometeen met het roze helmpje. Want we gaan zo meteen naar Faye toe. En het roze helmpje, dat heeft ook een betekenis. Wat? Dat ga ik zo meteen uitleggen. Oké, ik ben klaar met mijn outfit. Heb ik mijn drinken bij me? Nee. Neem even drinken mee. Neem altijd drinken mee, jongens. Zo, want zoals je ziet, was het bij mij ook weer aan de beurt. Mijn idee vandaag, ik hoop dat ze daar een pinautomaat hebben, vast wel, is om heel veel geld terug naar jullie te sturen. Naar de spelers. In dit geval, ik heb al eens een keer wat gedaan voor Hollandia. Ik heb al eens een keer wat gedaan voor Grede, toen ik nog minister was. Het is tijd dat Kutrexia aan de beurt is. Ik wil eigenlijk een soort lolletje hebben met Vee. Kijk, ik weet niet of jullie opgevallen is, maar straten, die hebben allemaal verschillende kleuren in de steden. Dus deze kleur, dit is super donker. Echt donker asfalt. Dat is dan zeg maar een soort van, met witte strepen, dat is typisch Cosmopolitan. Als je naar Kutrexia gaat, daar is het lichtgrijs met geel. Maar ga je bijvoorbeeld naar Industrial, daar is het dan weer lichtgrijs met een gele streep in plaats van wit. Sorry, dat is bij Kutrexia is het ook wit. We gaan er even heen en ik heb een voorstel voor Faye, wat daar zelf wat geld op kan leveren. Haar medewerkers van de gemeente geld kan opleveren, maar ook heel veel aan de burgers. Ik weet nog niet wat ze er dan mee kan gaan doen, maar dat mag ze helemaal zelf bepalen. Wij gaan naar Kutrexia, een plek waar ik zei dat ik liever niet kwam, omdat het heel druk is. Eens kijken of we het gaan overleven deze keer. Ja, het is nog steeds super druk. Het is 8 uur 's avonds, dat is een beetje primetime hier bij Minetopia. En al helemaal in Kutrexia. Gewoon lekker doorrennen. Iemand wil me allemaal shit voorstellen, maar we doen gewoon alsof ik gek ben. Zie, de straat is hier lichter. En juist precies hierom ga ik het zo meteen even met Vee over hebben. Ik vind namelijk dat de straat nog steeds een beetje saai is. En ik weet dat de gemeente graag geld wil. Ik weet dat Vee graag geld wil. Ik weet dat ze het beste voor haar mensen over heeft. Dus dat gaan we doen. Ja. Oké. Is er iemand eigenlijk? Oh, je kan gewoon doorlopen tegenwoordig. Nee, dit is de brievenbus. Vergunningen. Hebben we niet nodig. Mooi outfitje, FoxDio. Heb je goed uitgekozen. Daar. Vee! Hey, David. Hi, mag ik binnen? Natuurlijk. Top. Ik heb geen afspraak, maar ik dacht, ik doe gewoon. Nee, maakt niet uit. Wat heb jij een mooie outfit. Mm. Oh, hij is bijna compleet, hè, die outfit. Ga weg. Wat wil je? Wil je geld? Nee, ik zal het even kort uitleggen. Jij bent echt als een havik op een klein konijntje. Ben je er bovenop gesprongen, op Delvin. Zodra hij de set had, gelijk, ik wil dat jij splijt. En toen was ik zo slim. Ik denk van, nou, ik geef iedereen de kans. Ik heb 1,5 uur gewacht. Niemand heeft deze van Delvin gekocht, toen heb ik het gedaan. Ik heb er een beacon tegen aan gesmeten en daar kon hij geen nee tegen zeggen. Maar daarvoor ben ik hier niet. Ik heb je wel even een seintje gegeven natuurlijk, van waarvoor ik ongeveer ben. Geld. Dus kunnen we naar boven? Ergens chillen? Sure. Nee, ik vind dat altijd zo'n mooie hockey. Sascha is er ook weer. Oh my god. Oké, het is wel een gewoonte dat ik iets aan Sascha moet geven, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Sas, hoeveel houd je van me? Ik ben heel benieuwd. Wat ik ben heel benieuwd. Heel veel. Ja, maar hoeveel? Ik ben benieuwd. Ja, ze heeft wel een hele grote poster van jou op de achtergrond. Oh, jou. Kan niet missen. Oké. Dan gaan we dan. Oké. Sas. Hiermee... elke keer... Als ik hier ben... Moet ik je een cadeautje geven. Een kandootje. Cadeautje. Kandootje nog wel. Ja, dat is speciaal een kandootje. Ja, een kandootje. Deze keer ook. Maar je kijkt helemaal verbaasd, volgens mij. Je mag het echt verkopen als je bijvoorbeeld veel geld wilt hebben. Oh, je gaat me zo haten. Dus. Die heb ik gekocht voor een beacon. Fucking weer eens $500.000. Nou, oké, we gaan eerst even lekker naar jouw kantoortje. Ja, doe dat maar. Hey, je weet nou in ieder geval aan wie die verkocht is. Ik kan ook aan een anonieme koper doen die hem gewoon in een kluis doet en nooit meer... Nou, anyway. Dit is jouw prachtige, mooie Kutrexia. Ja. Hoe staat het met de stad? Nou, het is de laatste tijd een rage om allemaal partijen op te zetten tegen de gemeente, maar verder gaat het allemaal prima hoor. Ze werken een beetje tegen, ja. Ja, sinds het in die stream was met die Geert Wilders, denkt iedereen, oh mijn god, dat ga ik ook doen. Voor mij is hier verderop, zeg maar, als je die kant op gaat, zit er ook zo eentje, hè? Ja, maar ik snap niet echt het nut van partijen eigenlijk. Want zeg maar, ik krijg dan een bericht van een partij. Ja, hey, we zijn een partij gestart, maar we willen je niet afzetten. Maar er is geen Tweede Kamer, dus waarom start je dan een partij? Ja, ik zou pas een partij beginnen als je daadwerkelijk in Cosmopolitan kan. Zodat je namelijk daadwerkelijk met de ministers kan schakelen. En dan, oh my god, check die outfit van TrueGamer. Zie je dat? Grijze donkere boots, zwart helm en zwart-zwart. Mooi, hè? Anyway, ik ben helemaal afgeleid door dit. Ik heb eigenlijk een voorstel. Zowel voor jou, waar jij rijk van kan gaan worden. Zowel als voor jouw spelers, die heel veel geld kunnen krijgen. Ja. En voor je werknemers, zoals van Sas en alle andere mensen die allemaal werken, van wie ik de naam niet weet. Bij mensen, ja. En ook voor de stad. Oh. Wat is jouw favoriete kleur? Nou, ik denk roze. Oké. Mijn voorstel is, en dan komt hij, hè. Jij mag een prijs noemen, wat het gaat kosten. Daar je natuurlijk zelf een deel van mag houden. Lekker veel bij de spelers. Nou, dan ben je ook weer wat geliefder, hè? Want dat is het een beetje. Ik hoor afzetten en zo wat onzin is, want je voert alleen maar je taak goed uit. En natuurlijk voor je werknemers. Ik heb het idee dat voor nu en de komende 3 maanden lang elke straat roze wordt. Dat vind ik ook een leuk idee. Ja, je had het voorstel al gehoord en ik wist niet hoe je erop zou reageren. Mag dat echt? Ik ga dat natuurlijk betalen om het te doen, zeg maar. Ja. En ja, het is toch een beetje een troll. Ik heb zoveel geld dat ik echt niet meer weet wat ik moet doen. Als ik een standbeeld van mezelf zou kunnen maken, had ik het gedaan, zeg maar. En dit leek mij wel een leuke manier om toch een beetje mijn stempel te drukken op deze stad. Maar niet alleen van, oh, kijk, ik heb het even gedaan. Nee, iedereen wordt er beter van. Goed plan? Ja, ik vind het prima. Top, dan hoor ik heel graag wat de verrozifiskering mag kosten. Ja, dat ligt er een klein beetje aan hoeveel je er zelf voor uit wil geven. Maar ik doe de kosten wel. Het gaat erom dat het überhaupt mag in jouw stad. Want jij bent de enige die kan zeggen, dit doen we. Ja, oké. Nou ja, kijk. Ik weet dat er een paar mensen tussen lopen die het echt een verschrikkelijk idee gaan vinden. Want ik heb zeg maar 2 wethouders. En kijk, dat is namelijk mooi verdeeld. Ja. Deze zit hier en die ken je. Oh, wie is dit? Oh, de Sascha met die mooie... Oh, kijk die helm. Ja. En kijk, die houdt ook van roze, zoals je kan zien. Ja. En aan deze kant... Dit is de dierentuin. Nee, dat is de dierentuin. Als ik dit nou open, krijg ik dan een kiphok te zien? Nee, niet eens. Oké. Oh, ik dacht dat hier de dierentuin zat. Nee. En dan hier zit die andere. Cicerie. Ja, en die vindt roze dus echt verschrikkelijk. Laat me raden, het is een man van rond de 20. Nee, 18. 18, mag ook. Die is gewoon nog niet zo seksueel georiënteerd en zelfverzekerd dat hij met roze durft te lopen. Ik denk dat dat het probleem is. Ik denk het wel, ja. Oprecht, ja. Ja. Hey, ik moet toch een prijs hebben, want jij bent de burgemeester en niemand anders. Dus als jij nou gewoon eens even vertelt wat dat gaat kosten, mag jij Cicerie gaan overtuigen. Sas heb je al mee. De minister van Binnenlandse Zaken vond het ook een goed idee, heb ik gehoord. Oh. Nice. Ja, dus daar ga je geen gezeik van krijgen. Ja, misschien je inwoners, maar ik denk dat de meesten het wel tof vinden, want het is wel uniek. Ja, sowieso. Ik weet niet hoeveel, ja, ik weet niet, ik ga dadelijk een prijsje noemen. Ik weet niet of je ermee akkoord gaat. Ja, maar ik zit te wachten tot je het noemt. Wat ik waarschijnlijk ga doen is 50 spelers uitpakken. Ja. Uitkiezen. Ja. En allemaal 10k geven. Want zeg maar, deze spelers, die vinden 2k al veel. Ja, dat is wel zo. Wat we ook kunnen doen, is dat ik... Ja, nee, want je wil natuurlijk ook weer niet. Want dan ga... Weet je wat? Als jij 10k aan een speler geeft en je houdt zelf 100k, krijg je gelijk gezeik. Ja, dus we kunnen het bedrag wel doen, maar ik zou vooral geen verdelingen gaan noemen. Hoeveel krijgen je mensen? Je moet het waarschijnlijk wel kunnen verklaren. Ja. Maar hè, enzovoort. En wat je zelf houdt en dergelijke, lekker laten zitten, joh. Moet je gewoon... Hier heb je 1,5 miljoen spelers. Bleh, dan gooi je het zo naar buiten. En dan wat jij hebt gehouden, dat moet je allemaal niet... Ik moet wel een prijs horen. Nou ja, kijk. Een totaal plaatje. Oh, wat een mooi groen gebouwje. Jezus. Ja, wat een echt geweldig gebouw. Okay. Jammer dat de persoon het heeft verkocht voor een kledingstukje. Maar... Wow. Oh, dat hoort zo. Sorry. Ik zie een gat in de grond. Ja, dat is zeg maar omdat heel veel mensen altijd afvragen waarom lopen ze hier langs en dan gaan ze zeiken dat we er wel zijn. Maar ja, dat is heel vervelend. Maar, kijk, het is wel, het wordt wel eventjes gewoon 3 maanden lang dat we met roze straat gaan zitten. Ja. Ik vind het geen probleem. En Sascha vindt het ook geen probleem. Maar kijk, anderen zullen het waarschijnlijk wel een probleem vinden. Heb ik zo het idee. Nee joh. Dat is toch vet? Gewoon omkopen. Dat is toch vet? Ja, gewoon jongens. Vind je het vervelend? Hé, wat vervelend. Dan ga je toch naar Rolandia of hier heb je 10k. Ja, zo moeilijk is het niet. Nee, zo moeilijk is het niet. Dus, nou, kom op met die prijs. Maak het niet zo spannend. Nou, ga jij akkoord met een prijs van 1,2 mil? 1,2 mil? Dat is €1.200, hè? 1,2 mil. Een mil is 1000. Dus ja, daar ga ik mee akkoord. Nee, jij bedoelde 1,2 miljoen. Ja. We maken er 1,5 van. Ik vind het goed. Omdat ik van mijn geld af wil. Ik heb gewoon zoiets van, weet je wat jongens, gewoon weg ermee. Hoeveel blokken zijn dat ongeveer? Hoeveel stacks? Hoeveel stacks? Rekenen. Dan komt het, hè? 1 stack is 160. Ja, wacht. 10 stacks is 1,6 miljoen. Oftewel, je krijgt 9 stacks. Dan heb je ongeveer 1,5. Dus 5, 6, 7, 8, 9. Moet ik het gewoon hier dumpen zo? Ja, gooi maar. Ik pak het wel op. Oké, het papierwerk gaan we nog wel even in orde maken dan. Ja, dat is echt heel veel. Het papierwerk maken we nog even in orde, Vee. Dan ga jij dus zeg maar... Ook voor je toekomstige burgemeester, want als je volgende week weg bent of zo, dan moet het niet dat de straten in één keer weer grijs mogen. Nee, moet gewoon gezellig roze zijn. Gaan we dat even fixen. Jij heel veel succes met je mensen blij maken hier in de stad natuurlijk. Met Cicerie te overtuigen, met je werknemers uit te betalen. Zelf natuurlijk wat houden. En ik ga even aan de mensen laten zien hoe het er straks misschien uit komt te zien. Is goed. Nou ja, succes. En ik kom... Ik zal het zo wel eens even kijken. Ik zie het vanzelf al. Ja, ik ga wel eventjes mijn touwtjes gebruiken waar ik aan kan trekken. Om te zorgen dat het bouwbedrijf het mega snel doet. Ja, dat hoop ik ook wel. Want ik heb eigenlijk wel zin om dat eventjes... Ja. Oké. Oh, moet ik hieruit? Ja, ik zou daaruit gaan. Want doei, Vee! Doei! Deur. Zo, oké. Nou, dat was Vee. Vee heb ik dus even betaald. Bijna 1,5 miljoen. Nee, het was zo'n beetje 1,5 miljoen. 1,4... miljoen met nog wat, zeg maar. En dit, alles wat je ziet hier, al dit grijs, daar wil ik roze hebben. Voor 3 maanden lang. Betaal ik flink voor. Het is puur een troll. Het heeft geen enkel... er zit geen F5 of Illuminati iets achter. Het is gewoon... Ja, wat zou jij doen als je zoveel geld hebt? Zou je het dan ook wasten, zoals ik doe? Zou je er gekke, leuke dingen mee doen? Oh, dit ook allemaal. Oh my god. Helemaal tot aan het bouwbedrijf. Ik hoop echt dat Faye door heeft wat ze gedaan heeft. Als je het wil zien, zou ik eventjes naar Kutrexia gaan. Hoe het eruit ziet, want we gaan het redelijk snel doen. Ik denk dat ze vannacht wel gaan beginnen. Dus dat het heel veel al roze zal zijn. Het zal een roze virus zijn. Wil jij ook in de Pink City leven? Ik wacht nog steeds op het feit dat Faye een keer een naamswijziging gaat doorvoeren voor Kutrexia. Om het gewoon Pink City te noemen dan. Zou wel fucking vet zijn dat ze zeggen, joh, na die 3 maanden... dan gaat het ook niet meer naar grijs laten doen. Weet je wel wat het kost, €1,5 miljoen. We houden het gewoon roze. Zou ik helemaal tof vinden. Ik ben eigenlijk uitgepraat. Dit was het, jongens. Vergeet die like niet even achter te laten. En vergeet vanavond niet even te kijken naar de livestream. Als het goed is, hoop ik, heeft het bouwbedrijf dan al heel erg veel roze gemaakt. En mocht je in Kutrexia wonen... Ik zal niet zeggen dat je Faye moet aanbidden of zo. Maar doe even wat liever voor Faye. Want Faye doet precies wat wij als server van haar vragen. Hoe zij deze stad moet runnen. Betekent dat als je soms iets niet voor elkaar krijgt, een vergunning of je mag je casino niet openen, moet je niet bij Vee zijn. Die kan daar niks aan doen, dan mag het niet van het ministerie, van de server dus. En dan nog eens een keer, want waarom je aardig tegen haar moet zijn, ze heeft geld. Meer is eigenlijk niet nodig. Je kan gewoon geld verdienen bij Vee. Zij gaat dus een deel van haar 1,4 miljoen, hoeveel weet ik niet, misschien wel 1 miljoen in totaal, gaat ze uitgeven aan Kutrexia-spelers. Betekent dus, hi, ik zal het even laten zien. Mensen gaan vasttypen. Die komt daar niet vandaan. Die komt daar niet vandaan. We zoeken. Kom op, typ eens wat. Ja, daar hebben we er één. En voor mij zat eentje met een gele naam. Dat is Kutrexia. Die moeten we hebben. Zodat je in een andere gemeente, paars of groen of zo, denk ik niet dat Vee jou gaat uitbetalen. Nou, laatste keer grijs, jongens. Kijk even goed naar. Ik doe het ook. Want de volgende keer is hartstikke roze. En bedankt voor het kijken. Doeg!